We weten allemaal dat het Bos van Plopsa is een beetje een dubbel gevoel. Het is de meest populaire attractie nog altijd in Plopsa aan te pannen. En aan de andere kant is ze 15 jaar oud. Dus, en dat staat in een heel oud gebouw, dus daar moeten we zeker iets mee gaan doen in de nabije toekomst. De indoor attractie zou daar wel eens mee te kunnen maken hebben. Hè. Ja, dus in het vijfjarenplan zit er inderdaad voor Plopsa aan de pannen, naast het hotel zit er een grote indoor attractie, dan zit er een grote outdoor attractie. En die grote outdoor attractie, die gaan we heel binnenkort aankondigen. En de grote indoor attractie is dan voor 2-3 jaar later. Ik denk dat we alle richtingen uit kunnen, maar het zal zeker indoor zijn. We hebben toch de nadruk gelegd de laatste jaren op indoor en dan willen we toch ook een klein beetje in verder gaan.